Verslaggever Sam Jones heeft een mediaspecial gemaakt getiteld De Surinaamse kunst in perspectief. Hierin besteedt hij aandacht aan de overleden kunstenaar Erwin de Vries. Billen, borsten, boto. Dat was het ding van de bekende Surinaamse kunstenaar de Vries. Maar er valt veel meer te leren van hem. De overleden kunstenaar was een doorzetter, had kwaliteit, wist waar hij voor stond en was niet op zijn mondje gevallen. Dat blijkt bij de opening van de tentoonstelling Surinaamse kunst in perspectief, die te bezichtigen is in het gebouw van de Surinaamse ambassade in Den Haag. Ebu Jones, tijdelijk zaakgelastigde van Suriname, opende de tentoonstelling met een lijfspreuk van de Vries. Laat niet jou in de weg staan om te bereiken wat je wilt bereiken. Je kan als je maar wil. En die free spirit, die free mind van Erwin de Vries, gaan wij nu symboliseren door dit los te laten en het de lucht in te laten gaan als Erwin de Vries. Met het oplaten van 10 luchtballonnen gaf Ebu Jones, zaakgelastigde van de Republiek Suriname, het startsein voor de expositie Surinaamse kunst in perspectief. En die wordt gehouden in het gebouw van de Surinaamse ambassade in Den Haag. In het beleid van de Surinaamse overheid heeft kunst en cultuur een belangrijke plaats. En vandaar dat wij hebben gemeend om met betrekking tot dit specifiek evenement, Surinaams kunst in perspectief, hebben wij gemeend een ode te brengen aan een van onze grootste kunstenaars aller tijden. En dat praat over Erwin de Vries. En die ode komt tot uitdrukking in de werken die hier te zien zijn van Surinaamse kunstenaars. Werk van Ray Daal bijvoorbeeld, die jammer genoeg niet aanwezig is. En van kunstenares Wonnie Stuger. Zij houdt net als Erwin de Vries van de menselijke rondingen. Jij hield ervan om naakte vrouwen te schilderen. En ik begrijp hem, als kunstenaar begrijp ik het. Want ik hou er ook van om bobbies, billes, boto's, dat zijn mijn dingen, te schilderen. En wat dat betreft heeft hij een lans gebroken voor ons, want hij durft. Met zijn werken Wachten en Zusters brengt de kunstenaar Wilgo Elschot, die ook in Nederland woont, niet alleen een ode aan de Vries. De mens en de natuur, dat stimuleert mij en vooral in bijzonder de Surinaamse vrouw. Want ik vind dat ze heel weinig goed in beeld worden gebracht. Frank Creton is autodidact. Op de expositie toont hij vrolijke werken en woont nu al jaren in Amsterdam. Ik hou van authentieke dingen, herinneringen van vroeger. Dat is mijn thema's. Veel publieksbelangstelling was er. Ook voor werken van Evita Jonathan, de jongste deelnemer aan de tentoonstelling. Eigenlijk vind ik het een mooie erkenning. Ik vind het ook een eer dat ik ertussen mag hangen. Als eerbetoon aan Erwin de Vries, die mij ook geïnspireerd heeft. Ik denk ook dat het bijzonder is dat er verschillende generaties de ruimte hebben gekregen om te exposeren in het Huis van Suriname, hè, op Nederlands grondgebied. Bijzonder, geweldig, ja. En tot slot was er een verrassing voor enkele aanwezigen. Ze kregen een onderscheiding van zaakgelastigde Jones. Het meest verbaasd was Berl Biekman, initiatiefnemer van het eerbetoon aan Erwin de Vries. Ze werd benoemd tot commandeur in de ereorde van de Gele Ster. Wauw! Binnenkort een uitgebreide reportage naar aanleiding van de expositie Surinaamse kunst in perspectief op de ambassade in Den Haag. Ik ben perplex. Ik ben echt perplex. Ik ben echt perplex. En behalve Biekman kregen 3 andere personen ook een Surinaamse onderscheiding. Goga Subachandra is benoemd tot ridder in de ereorde van de Gele Ster. Frank Drachtenstein en Chan Chuni kregen beide de toekenning van de eremedaille in goud, verbonden aan de ereorde van de Gele Ster. Dit was een reportage van verslaggever Sam Jones.